Dit is de Bosch BSGL 53121 Free stofzuiger. Het mooie van deze stofzuiger is dat hij energiezuinig is. Hij is licht en hij heeft een bereik van 15 meter. Dat betekent dus niet dat je iedere keer op zoek moet naar een stopcontact. De specificaties van deze Free stofzuiger. Hij heeft een energielabel B. Hij heeft een stofopname op tapijt een C. Bij harde vloeren scoort hij een B. En bij de stofuitstoot, oftewel de uitblaaslucht, ook een B. Hij heeft een bereik van wel 15 meter. En dat doet hij door middel van een snoer van 12 meter. Hij heeft een stofzak van 4,5 liter. En hij heeft een vermogen van 800 watt. Deze stofzuiger wordt gemaakt in Duitsland. Het is dus echt de Duitse degelijkheid. Dus op alles van deze stofzuiger zit 2 jaar garantie. Verder beschikt hij over het Quattro Power System, het Power Protect System, een airbumper en een pakketborstel. Het Quattro Power System zorgt ervoor dat deze stofzuiger met een laag motorvermogen optimale prestaties heeft. Het systeem bestaat uit 4 onderdelen en het eerste dat is de motor. Dus een motor met een laag vermogen, maar wel met goede prestaties. Denk bijvoorbeeld als je een 1.6 auto hebt, ja, dan denk je, hey, dat is maar een heel klein motortje. Ja, maar er zit een turbo bij, dus we hebben wel goed vermogen. Tweede punt is de afdichting. Overal in deze machine heeft hij mooie rubberen ringen erin zitten, zodat hij nergens lekkage heeft en dus optimaal gebruik maakt van de motor en de zuigkracht. Het derde onderdeel is het stofscheidingssysteem, dus allemaal mooi afgescheid zodat hij optimaal blijft presteren. En misschien wel het belangrijkste onderdeel, dat is de zuigmond, het flexibele systeem, dat je daar geen verlies hebt zitten. En een hele brede zuigmond zoals je hier ziet, met hele mooie flow, dus op die manier blijft hij ook maximaal zuigen. De bediening van deze stofzuiger is doodeenvoudig, namelijk de grote knop daarachterop kan je zelfs ook nog met de voet bedienen. Waar het streepje staat is de minimale zuigkracht, dan de zuigkracht voor de meubels, dan de zuigkracht voor de tapijten, dan de zuigkracht voor op de harde vloeren en ook maximaal. En ook uitzetten, uiteraard weer op de grote knop. Ook heeft hij een indicatielampje voor als de stofzak vol zit, dus dan weet je wanneer je moet vervangen. De stofzak vinden we hieronder. Even het labeltje aan de voorkant omhoog trekken. Dan komen we bij de stofzak uit. Als je de stofzak vervangt, trek dan wel eventjes het label omhoog. Ja, gebruik ook altijd de originele stofzak. Dat is toch altijd wel heel erg belangrijk. Dan het motorfilter wat er achterop zit. Kan je gewoon omhoog eruit schuiven. Doe dat even 1 keer per jaar vervangen. En hierbovenop zit een hygiënefilter. 1 keer per jaar adviseren wij deze te vervangen. Ook mooi weggewerkt. Er bovenop hebben we nog het kierenmondstuk. En het meubelmondstuk. Deze stofzuiger heeft een telescoophuis. Deze trekken we naar beneden toe en dan kun je hem zelf op de hoogte instellen zoals jij het lekker vindt stofzuigen. Deze stofzuiger beschikt ook over een handvat. Dat is makkelijk om hem vast te pakken als je de trap op moet. Deze stofzuiger heeft ook een mooi opbergsysteem voor 12 meter snoer. Is gewoon eventjes eraan trekken en op die manier eet hij hem helemaal op. Deze stofzuiger heeft 4 rubberen zwenkwielen. En dat is hartstikke mooi, want op deze manier blijft deze stofzuiger je altijd volgen en valt hij niet om. Lekker manoeuvreerbaar dus. Aan de zijkant heeft hij een airbumper, een stootrand, zodat je meubels niet beschadigt en geen strepen achterlaat. Je kan deze stofzuiger op 2 manieren wegzetten. Je kan hem aan de achterkant erin steken of op deze manier. Dan is hij staand, is hij wel het meest compact en je kan hem ook makkelijk wegpakken. Deze stofzuiger heeft een Silent Clean vloerzuigmond, zowel voor de zachte vloeren als voor de harde vloeren. Er zitten ook wieltjes onder, zodat hij lekker makkelijk manoeuvreert. En hier aan de bovenkant zie je de harmonische sluitingsdier erop zitten. En dankzij dit systeem is deze jongen ook extra stil. Tevens krijg je bij deze stofzuiger nog extra mondstukken meegeleverd. Dit is het kierenmondstuk, zodat je mooi in de hoekjes kan. En een meubelmondstuk met haren. En als je deze zo afhaalt, dan heb je hem zonder haren. Deze pakketborstel krijgt u meegeleverd. En dat is een ideale borstel, zodat je geen beschadigingen maakt. En dus voor het gebruik van hardere vloeren, zoals hout, tegels en parket en laminaat. Mocht jij wat aan deze video gehad hebben, vergeet dan eventjes niet op het duimpje te klikken. Of dat je hem deelt met je vrienden of op social media. En wil je hem bestellen? Klik dan hier op de bestelbutton. Ja, moet je er wel op klikken, want dan ga je naar de productpagina.